Ik loop hier in de woonwijk De Keverdijk, ook wel Tuindorp genoemd, in Naarden. En hier op de Kolonel Michaelstraat, op nummer 55, hebben wij een heel leuk, gemoderniseerd hoekhuis te koop. En ik zou je graag wat meer van dit huis willen laten zien. Mijn naam is Eduard van Nieperen, ik ben makelaar bij Ellen Mauta Makelaardij. En ik neem je mee naar binnen. Nou, het huis is de afgelopen jaren gemoderniseerd. En je zult zien dat alle ramen zijn vervangen in kunststof kozijnen met dubbel glas. Aan de achterkant van de woonkamer vind je een grote schuifbui met directe toegang tot het terras in je achtertuin. En zoals je ziet, de woonkamer is glad gestuukt. Tenminste, de muren van de woonkamer zijn glad gestuukt. Het plafond is meegenomen en de keuken is opengebroken. Ja, en de keuken die heeft een mooie eigentijdse uitstraling met hoogglans grijze kastjes. Er zit diverse inbouwapparatuur in, waaronder een koelkast, een vaatwasser, gaskookplaat, 5-pits gaskookplaat en een oven en heel veel, prettig veel bergruimte. Op de eerste verdieping van dit huis vind je 3 in grote variërende slaapkamers. En natuurlijk de badkamer. De badkamer die is een aantal jaar geleden gemoderniseerd. Daar vind je een tweede toilet, een bad-douche combinatie en natuurlijk de wastafel. Ja, en in de achtertuin, nou, daar kan je heerlijk zitten. Ik ben even gaan zitten onder de overkapping die ze in de achtertuin hebben gerealiseerd. Ja, en met een lekkere tuinset, een lounge-set, zit je hier gebeiteld. Nou, verder, de tuin die ligt op het zuidwesten, dus je hebt hier al vrij vroeg op de dag tot laat in de avond heb je hier de zon. Dus ook dat is een groot pluspunt. Ben je na het zien van deze video geïnteresseerd geraakt in dit huis en op zoek naar meer informatie? Nou, kijk dan even op de website kolonelmichaelstraat55.nl. Daar vind je nog veel meer informatie, waaronder de plattegronden met maatvoering, 360 graden foto's en natuurlijk onze contactgegevens. Want wil je met ons dit huis komen bekijken? Neem contact met ons op. We laten hem graag aan je zien.